Op zaterdag 3 november was het weer tijd voor het kickboxgala No Good No Glory. Dit jaarlijks terugkerend sportevenement had afgelopen weekend zijn 6e editie. Dit jaar wilde de organisatie zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel Angels Hope. Hoe is dit kickboxgala ontstaan? Nou, eigenlijk is dat een jaar of 6 geleden ontstaan. Ik was toen samen met mijn broer naar een kickboxgala. En toen hadden we op een gegeven moment het idee van, nou ja, het ziet er wel leuk uit, maar misschien kunnen wij het ook wel. En toen hebben we eigenlijk de handen ineen geslagen. En eigenlijk gewoon besloten, we doen het gewoon. En wat eigenlijk begon is als een geintje, is nu uitgegroeid tot ja, echt een evenement. En daar zijn we best wel trots op. En hoe ziet de dag van vandaag eruit? Ja, de dag van vandaag die is eigenlijk al bezig. We hebben al een aantal partijen gehad. Nieuwelingen, we hebben het begin van het toernooi al gehad. Best wel een paar leuke spectaculaire partijen. De hoofdpartij natuurlijk vanavond is tussen Mac Racon en Bernard Mathieu, de Belgische vechter uit Luik. En dat wordt echt een knalpartij. Maar het doel staat natuurlijk in het teken van Angels Hope. Ik bedoel, dat doe ik achter mij. En we proberen eigenlijk deze avond zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Dit is de 6e keer No Guts No Glory. Waarom nu met goed doel erbij? Nou ja, we hebben eerst keihard moeten werken de afgelopen 5 jaar om dit evenement een platform te krijgen überhaupt. Nu hebben we de platform gekregen. We zijn ook vanuit de gemeente hebben een A-status gekregen als evenement, dus vergelijkbaar met de vestingdagen. En toen dachten wij van ja, dat is ook een mooi platform om iets terug te kunnen doen. Ik ben gezond, we zijn allemaal gezond. Alleen er zijn ook mensen die het minder hebben en het slechte getroffen, zoals Angelique. Dus dan is het een kleine moeite om wat terug te doen. En waarom hebben jullie voor dit doel gekozen? Omdat dit doel, ten eerste is het iemand uit Helvoetsluis, ook gewoon lokaal. En alle grote doelen over het algemeen hebben zitten al hele grote organisaties achter en managers en zo. Ja, en dit is iemand die gewoon eigenlijk alles aanpakt, poffertjes bakken, sponsorloop, noem maar op, de gekste dingen voor de meest kleine bedragen. Ze doet het en wij hadden zoiets van wij kunnen daar ook wat aan bijdragen. En hoeveel denken jullie op te halen voor Angels Hope? Oh ja, god, die vraag hebben al zoveel mensen mij gesteld. Ik weet het niet, wij hebben zelf natuurlijk onze eigen gedachten erover. Maar ik weet niet, we hebben natuurlijk nog de collectors die vanavond zijn. Er worden nog wat spullen worden er geveild. Dus waarschijnlijk zal het eindbedrag van vanavond nog niet helemaal totaal zijn. Maar ik hoop toch wel een paar duizend euro, dat wel. Wat vindt u ervan dat er zoveel aandacht wordt besteed aan Angels Hope? Ja, dat vind ik heel goed, want hersentumor, daar wordt helemaal niks aan gedaan, geen geld voor ingezameld. Je hoort alleen maar borstkanker, maar niks van hersentumor. Dus ik vind het helemaal geweldig. Wilt u zelf ook een donatie doen voor Stichting Angels Hope? Alle donaties zijn van harte welkom op Giro 2995.